De wereld van de Formule 1 is inmiddels een stuk meer dan alleen maar ronkende motoren, benzine en zo snel mogelijk gaan. Het wordt duurzamer, het wordt schoner en het wordt ook een stuk technischer. In deze serie van Racing News 365 gaan we een aantal technische aspecten met je behandelen in hoe zit dat. Doe ik gelukkig niet alleen, doe ik ook met Ramon Drost hier bij Van Amersfoort Racing. En Ramon Drost was voormalig Systems Data Engineer bij Alpine. Ramon, het zou niet verrassen, we gaan het niet hebben over de voorvleugel of de diffuser, maar we gaan het hebben over banden in de Formule 1. Natuurlijk ontzettend belangrijk. We horen heel vaak, safety car rijdt te langzaam, mijn banden gaan eraan, ze hebben een foutje gemaakt, ze hebben een flatspot. In eerste instantie temperatuur van de banden. Hoe belangrijk is dat voor een coureur? Ja, dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Je wil natuurlijk voordat je, vooral tijdens kwalificatieruns, is het heel belangrijk dat je in de goede window zit. Want je wil natuurlijk niet dat je banden te heet zijn of te warm zijn voordat je een kwalirun begint. Waardoor je eigenlijk in sector 3 bijvoorbeeld die banden eigenlijk een gord rijdt. En het is dus heel belangrijk bij bandenmanagement dat je in de juiste window zit van de temperatuurrange en voor- en achterbanden. Er zijn verschillende temperatuurwindows. En daar is het heel belangrijk dat je je prep lab goed doet. Dus als jij... De ronde voordat je je kwalificatie doet. Ja, sorry, de ronde voordat je een kwalificatie doet. Dus als jij dus eruit gaat en je rijdt te langzaam, dan kan het ook zo zijn dat die banden nooit op temperatuur komen. Het kan ook zijn dat je te hard rijdt, waardoor die banden te heet zijn. En daarom zie je dus zeg maar dat het zo belangrijk is, die temperatuur van die band, dat die in de juiste window, zeg maar het juiste bereik, zeg maar goed opereert om de meeste grip neer te leggen. Is er een standaard window dat je zegt banden moeten altijd in de ideale window tussen de zoveel en zoveel graden zijn? Of ligt het aan circuit, temperatuur, weer? Nou ja, beide, maar ook Pirelli, met welke banden ze aankomen, mee aankomen op het circuit, is natuurlijk van invloed. En daar zo, dat doe je in de vrije trainingen. Daar zoek je eigenlijk van hoe snel werken die banden? Hoe snel gaan die banden mij naar mijn werkingstemperatuur brengen? En dat is natuurlijk een kunst om dat voor elkaar te krijgen in een hele korte tijd tijdens je vrije trainingen, onder andere. Banden werken het meest ideaal, zeg je, in de ideale window. Je wil niet te koud, niet te warm. Maar wat gebeurt er dan met de auto als je banden te koud of te warm zijn? Dan heb je geen grip. Dus eigenlijk zitten de banden te koud zijn. Die moet nadenken dat die rubber moet een beetje plakkerig zijn. En natuurlijk... Dat gebeurt als die warm wordt. Dan moet het een beetje plakkerig. Ja, eigenlijk is het wel leuk om uit te leggen. Want als het dus te heet wordt, dan plakt hij heel erg, maar dan slijt hij heel hard. Maar als het te koud is, bijvoorbeeld gooi maar extreme conditie in de vriezer, of het vries buiten, en die banden ook heel erg koud. Dus de rubber is heel erg hard, dus de rubber plakt niet aan het asfalt. Daarna, en ook een punt van discussie, vooral de laatste periode, de bandenwarmers in de Formule 1 om de banden warm te houden, inderdaad een ideale temperatuur te krijgen voordat ze op de banden gaan. Dat gebeurt zowel bij een pitstop, komen die auto's, of die banden denk ik, 20 seconden van tevoren net uit de bandenwarmers. Natuurlijk op de grid staan ze nog. Als ik zeg, bandenwarmers moeten afgeschaft worden om het leuker te maken. Ben je het hem eens of niet eens? Ik denk dat het wel een spektakel wordt. Ik denk dat het wel interessant wordt als je ze niet meer gaat gebruiken. Maar ik weet niet of de coureurs daar met mij eens zijn. Want dan wordt natuurlijk een heel erg ander verhaal in managing en in het bereik brengen van de werkingstemperatuur. Dus er wordt een heel erg andere strategie om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat het wel heel leuk gaat zijn. Zoals als je kijkt bij IndyCar, daar gebruiken ze dat niet.